Oké, boys, welkom bij het plaatje Lokeren. Vandaag gaan we naar de wedstrijd Sporting Lokeren. De vriendschap waar NAC Breda een goede klik mee heeft. En wij gaan kijken hoe de sfeer is in België. Dus de tweede wedstrijd die ik mee heb gemaakt in België. En ik heb er heel veel zin in, maar we zijn nu in Lokeren, dus let's go! Sporting komt op het groene veld, zijn tegenstrevers uitgeteld. Oh, wat zijn we blij met Sporting, want Sporting is de club van het land. Als Sporting. We gaan nu naar de wedstrijd. Lokeren Moeskroen. Moeskroen, een beetje in het ding. Maar in ieder geval, we gaan naar de wedstrijd. Ik heb gehoord dat het niet echt uitverkocht is. Ik ben in een café geweest. Daar heb ik een biertje gedronken. En daar hadden we gepraat over hoe het Lokeren is, hoe dit en dit. Tegen Club Brugge zat A vol. Tuurlijk, het speelt tegen topper. Maar nu is Moeskroen. Die tegenstander. Het stadion ziet een beetje krakkemikkig uit. Het is een beetje, gewoon echt Belgisch, net als het Antwerpstadion. Alleen dit ziet er dan toch iets moderner uit. Ik vind het wel een mooie, gelegen plek. Rustig, tot dan de rest heb ik natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, we gaan het zien. Het is een vriendschap met NAC. Het is van Nederland, samen. Ik ben heel nieuwsgierig, samen met Bas. Dat stukje als ik weet. Dan gaan we naar de wedstrijd en ik heb heel veel zin in. Ja, die Mars te filmen. Ja, Duisburg is hier dan, Lokeren. Maar dit kan maar wat allemaal van die voetbalstickers. Wel lachen dat Duisburg hier ook is. Lekker windje vandaan. Zonnetje schijnt. Lucht is blauw. Voetbalwedstrijd. Ik heb er zin in. We hebben één probleem. De trein die vertrekt om 8:15. Iets over 8:15. Bijna 9:00 denk ik. 5:09. En wij moeten dus daardoor eerder de wedstrijd skippen. Misschien hebben wij maar 30 minuutjes. Ietsjes langer kunnen kijken. En dan moeten we toch echt weg. Dus het is... het is niet anders. Dus ja, we zullen het wel zien, 30 minuten naar elkaar kijken. We moeten wel dan een leuke sfeer nog aan. Wel leuk dat de treinen zo zijn, maar het is niet anders. Je moet het maar accepteren. Jezus, wat kutregen, zeg. Dus
wedstrijd nu, hè? Huh? Alle wedstrijd. Hoe laat is het? Ik dacht, oh, geweldig, zo was de wedstrijd. Pas was de wedstrijd. Geweldig. Wat vond je het mooiste? Ja, alles. Ja, het was echt 30 minuten lang. We moesten niet, we konden niet anders. Maar ik ben echt helemaal versleten. Van rennen. Maar we moeten die tuin halen. We moeten. Het is niet anders. We zijn onderweg naar huis. Toptrip. Ik zeg eerlijk, ik heb in België helemaal genoten met de mensen. Het is de gezelligheid met elkaar. Het stadion was niet uitverkocht, maar de gezelligheid met elkaar. De groep die met elkaar omgaat, de gezelligheid. Je gaat naar de wedstrijd, je gaat weer naar huis. Het is op een of andere manier, het is allemaal familie van elkaar. En dat vind ik heerlijk als clubgevoel, dat je met elkaar gewoon naar de wedstrijd gaat. En daar moet ik ook Lokeren in bedanken. Kijk, ik was bij Antwerpen, was echt een passiegevoel. En ik denk dat dat wel inderdaad blijft de grootste club met sfeer en al in België. Maar ik heb echt genoten van Lokeren in die momenten van gezelligheid met elkaar. En we zaten over voetbal te praten, een biertje te doen, ze gaven je drank. Ik wou ze ook drank geven. Het spijt me voor de mensen die dat ik dat niet heb gedaan uiteindelijk. Maar ja, ja, ze gaven me wel heel veel drank. Dus ik vond het wel echt heel lief. En ik kom zeker nog wel een keer terug. Ik beloof het jullie. Bij deze. Ik wil het nog wel een keer meemaken. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo in België in ieder geval gehad. Dus bedankt NAC-fans om deze interesse te geven om naar Lokeren te gaan. Ik ben nu gegaan. En ik vond het super. Het stadion was niet vol, maar de sfeer was super. Dus ik zie jullie bij de volgende. Boys, Lokeren was top. Top wedstrijd gehad. Niet lang kunnen kijken, maar ik heb een sjaal. En misschien ga ik volgende keer terug, maar ik ga mijn best doen. Ik heb een maat ontmoet. Ik ben echt back off. Drank, we kregen gratis drank. Het was top, we hebben alles gekregen. Wat dan ook. Toch stop, we moeten naar stil. Want het is schaal, als je weet nooit hoe mensen hier lopen. Waren we aangemensen. Dat was echt een van de top mensen die ik wel mee heb gemaakt. Maar ja, we zien het wel. En ik spreek jullie.